Roy TV samen met PricewaterhouseCoopers, Port of Antwerp, de Europese en Rolit. Containers zijn booming business en worldwide zijn er intussen dan ook zo'n 750 containerterminals actief. Maar tegelijkertijd is er op dit moment nauwelijks zicht op de prestaties van deze terminals. Een heuse Container Terminal Quality Indicator moet dit veranderen, zegt Gustave de Monnie, die de indicator uitwerkte in opdracht van het gespecialiseerde bureau Germanischer Lloyd. Dit is een standaard die is opgesteld om de prestaties, de performanties van containerterminals op een universele en uniforme manier te kunnen meten. De bedoeling is dat de verschillende belanghebbenden in de supply chain weten wat de performantie van terminals is. En ze hebben tot hiertoe aangegeven dat die performantie voor hen totaal onzichtbaar is. Ze vinden de containerterminals in feite invisibles. En ze vragen dan ook meer informatie om hun supply chains beter te kunnen organiseren. De vraag is gekomen bij de Global Institute of Logistics in New York. De leden daar hebben aangeduid dat zij feitelijk een grote verbetering van de kwaliteit van de containerterminals verwachten. En er was feitelijk ook geen bewijs dat die terminals slechte of goede prestaties aan het leveren waren, omdat er geen uniforme benchmarks bestonden. Dus Global Institute of Logistics heeft die wens van de leden overgemaakt aan Germanischer Lloyd. En die hebben het initiatief genomen om deze standaard uit te werken. En men heeft aan mij gevraagd om de technische support te geven die nodig was bij het uitwerken van die standaard. Meer dan 70 verschillende elementen worden in kaart gebracht in zaken prestaties, organisatie en planning. Ook externe factoren zoals ligging- en hinterlandverbindingen worden bekeken, maar spelen niet mee in de beoordeling. Hoe dan ook is het nu al duidelijk dat het al dan niet gecertificeerd zijn in de toekomst een gigantische rol zal spelen. Dat zit er zeer erg in, om de heel eenvoudige reden dat we sinds enkele jaren vaststellen dat de verladers en de ontvangers reeds in grote mate bepalen waar dat de reders hun schepen naartoe sturen, welke de aanloophavens zijn. En het is ook zo dat de reders daar zeer sterk rekening mee houden. Dus terminals die gecertificeerd zijn als beste in hun klas, en dat is wat de standaard doet, wel, die worden natuurlijk ook in prioriteit door de reders gekozen. Er komt nog bij, en dat is ook heel belangrijk, dat de verschillende havenautoriteiten reeds hebben aangeduid dat bij het uitreiken van concessies voor bestaande of nieuwe containerterminals de eis zal zijn dat de terminal moet gecertificeerd worden. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is dat tot de verspreiding van de standaard zal aanleiding geven. De standaard is pas enkele maanden geleden geïntroduceerd, maar nu al lopen er vragen voor certificatie binnen bij Germanischer Lloyd. Anderzijds zijn er ook terminal-uitbaters die liever nog wat de kat uit de boom kijken. Maar het is nu al duidelijk dat diverse terminals in Rotterdam en in Antwerpen snel tot certificatie zullen overgaan, ten einde de concurrentieslag niet te missen. Het gaat goed met de Adersgroep, niet alleen in eigen land, maar heel zeker ook in Rusland en de Baltische regio. Om de groei rond Sint-Petersburg op te vangen en te bestendigen, investeert Aders nu 12 miljoen euro in een nieuw magazijn voor de import van consumptiegoederen. De investering werd bekendgemaakt tijdens het bezoek van een officiële delegatie aan de provincie Antwerpen. Wij hebben zo pas een contract getekend voor de bouw van een bijkomend klasse A-magazijn van 17.000 vierkante meter. Ten zuiden van de stad, dicht bij de luchthaven. Met de investering verhoogt Aders de opslagcapaciteit ter plaatse met 37.500 palletplaatsen.
de logistieke dienstverlener uit Antwerpen, bevestigt hiermee meteen ook de vooraanstaande rol die het wil blijven spelen op groeimarkten, zoals India, China, maar zeker ook Oekraïne en Rusland. Wel, niet alleen economisch, maar ook politiek wint Sint-Petersburg enorm aan invloed. Het is ook een belangrijke consumentenmarkt, maar het is ook de toegangspoort, niet alleen vanuit Europa, maar nu ook vanuit heel de wereld, naar die grote markt van 300 miljoen die Rusland vandaag betekent. En die over heel wat koopkracht beschikt, dankzij de hoge olieprijzen. Het is dus niet alleen China of het Verre Oosten dat de klok slaat. Wel, nee, maar het is wel zo dat er natuurlijk veel importen vanuit China en India zijn. En als Alers, omdat gaan wij in de maand mei met een delegatie van onze Chinese minderheidspartner, maar die lokaal een zeer, zeer grote speler is op de binnenlandse markt, naar Sint-Petersburg, om daar ook de transportflows rechtstreeks van China naar Sint-Petersburg in Rusland te stimuleren en de nodige infrastructuur en faciliteiten te voorzien. Trouwens, de Chinezen bouwen daar een stad voor 20.000 inwoners. Dat noemen ze Baltic Pearl en dat gaat een zeer grote Chinatown in Sint-Petersburg zijn. Alers verwacht het nieuwe magazijn in Sint-Petersburg al in het eerste kwartaal van 2009 in gebruik te kunnen nemen.